Ja, de jury, wat verwachten die ervan? Ik heb wel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik zit voor het eerst aan deze kant. Ik heb 2 keer mee mogen doen. Ja. Want ik echt wonder vond al dat het lukte. Ja. En nu zit ik hier. Dus, ja. En je zit naast Maaike. Ken je Maaike? Nee, ik kende haar niet. En de sfeer is goed? Ja, top. Ja, ik vind het supergezellig. Ja. Ja. Zij heeft een Nederlandse echtgenoot. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ken je hem? Ja, ik ken hem wel. Ja. Maar die volgers kunnen je nu niet helpen, hè, Tine? Nee, helaas niet. Nee. Het is niet alleen een oortje. Je hebt wel prachtige oorbellen, maar dat is geen oortje. Nee. Ik heb wel tips gekregen. Ja? Dat was wel heel leuk. Ja? Is dat gecontroleerd? Die oorbellen? Nee, die zijn niet gecontroleerd. Ik kan ze ook uitdoen, hè? Dat is geen probleem. Nee. Oh. Is je broek gecontroleerd? Just checking. Uw wenkbrauwen laten epileren? Inderdaad, shapen of epileren. Nee, brouwbaars. Zijn jullie er wel eens geweest? Ja? Ja. Zijn jullie er nooit van gehoord? Is dat in Antwerpen ook? Ja hoor. Ja? Mm-hmm. Verschillen ik denk zelfs. Overal. Ja. Hoe heb je dat overal? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, hij gaat gewoon naar het tuincentrum. En volgens die mensen van de brouwbaar heeft iedereen ook 1 moeilijke wenkbrauw. Ja. Ik heb 1 vrolijk wenkbrauw en 1 sexy wenkbrauw. Mogen wij raden? Of... Ja, je mocht raden. Ja? Oh ja, ik zie het meteen. Rechts is sexy. Die kant is sexy. Ja, ja dat is die dat zo haat. Ja. Ja, die gaan naar boven en die zo, oeh, en die zo, yay. Ah ja, inderdaad. Ja, bij jou is het ook zo. Ja, dat klopt. Ah ja. Oh, ja. Ik heb dat bij. Maar ik heb dat zelf helemaal niet door. Nee, op wat voor mannen of vrouwen vallen jullie? Slimme vrouwen? Jij bent nu tegen mij? Ja. 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 Dat is zo lastig te zien. Ja. Hè? Zijn ogen staan helemaal... Ja. Ik zal... Ja. Even denken. Het geluid maakte hij de vorige keer ook. Dat is precies een zebra en een dolfijn. Ben je daar goed in kant-en-klaar maaltijden? Als student toch best veel gegeten. Ja. Ja. Ik vind het wel lekker vaak. Ik heb ooit eens een tand gevonden. Oh. En het was niet mijn eigen tand. Ja, ja ik moet eerlijk zeggen, ik heb er eens een tand in verloren. Maar 1 tand maar. 1 tand, ja. Je mist er iets meer, toch? Of niet? Ja. Nee. Het is wel mannenhumor, hè? Is dat zo? Ja, ja ik denk dat. Ah. Dus maar veel, zo heel veel vallen, scheten laten en taarten. Nou, scheten laten niet, maar dat waren stomme films toen. Ja, maar dat was er toch op. Nee. Ja, maar er waren geen geluid, dus er stond iemand en dan hoorde niemand het. Dus dat is dan... Inderdaad, moeten we nu niet doen. Hè. Nee. Maar je hebt aanbijen. Ja. Nee, ik heb geen aanbijen. Wie zegt er nu dat ik aanbijen heb? Ja. Zie je, nu beginnen de mensen al te geloven. Ah. Nou ja, die mensen achter je, die zitten allemaal te wijzen. Dus... Je ziet ze van onder het de broek spuiten. Je zit naast Stefan de Gant. Ja. Ik heb een beetje getwijfeld om jullie samen te zetten, omdat jullie heel veel energie hebben. Hè? Ja. Ik vind in verhouding naast Stefan ben ik best wel rustig, merk ik. Ja, dat is... Maar je hoeft niet bang te zijn. Nee. Het is jouw programma en wij bepalen gewoon hoe het loopt. Ja. Stefan, jij bent ook operazanger, denk ik, maar geen sopraan. Nee, ik ben een alt. Ah, oké. Okay. Nee. Jeroen, hoe zit het met jou? Eerder een sopraan of een bariton? Een tenor, ben ik. Een tenor? Ja. Mm. Ja. Wat is... Er zijn er niet veel, die verdienen heel veel geld. Ja, klopt. Ik moet er weer vandoor. Jandel dan. Jandel? Ja. Nee. Dat helpen? Nee. Ook niet. En Lumpidel. Lumpia. En dan Del, van frikandel, Lumpidel. Ik vind het wel ver gezocht, hoor. Ja. Wat zijn die dingen? Ik dacht een Froempia. Meteen helder. Ja, natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, van de poppen, beste en beste. 7, 8, 9, van de pietelen en dienen. 10, na van 12, zo je het lekker stoven. Goed wassen. Ja, ik vind het ook leuk om te doen. Ja, ik ook. Ik doe het ook graag. Echt waar. Doe je dan alle jeans in 1 was? Ah ja. Echt? Ja. Dat doe ik niet. Oeh. Nee, dat doe ik niet. Doe ik het allemaal bij elkaar. Kijk zo rond. Ja. Hop. En het komt er gewoon schoon uit. Daarom denk ik altijd, niemand let daarop. Ja, het is wel waar. Ja, want ik doe tegenwoordig ook zoals witte was bij donkere was. Nee! Dat moet het niet doen. Nee. Zie je? Meneer? Nee, nee, nee. Het
zalig. Dat is echt een aanrader om op vakantie te gaan. Panama. Ah, okay. En de Panamezen? Of de Max. Die braken echt het kot af na die voorstelling. Ja? Die gingen echt op hun stoelen staan en die riepen. En dat was echt... Ik had dat nog nooit gezien. Ah, dat vind je leuk. Dat vind je leuk. Ja, dat vind ik wel cool. Hou op! Ja. Ja, ik spreek geen Panamees, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ze vonden het leuk. Ah, oké. Okay. Ja. Nee. Tine, heel vaak in Amerika geweest? 1 keer, naar Los Angeles. Los Angeles? Ja. Ja. Mooie stad, hè? Goh. Ah ja, je moet zoeken. Je moet de schoonheid zoeken. Ik vond dat vooral... Ik had maar 3 dagen. Ah ja, dat is te weinig. Ja, en dan heb ik... Dan... Nee, dat is te weinig. Je hebt in Los Angeles gewoond. Ja. Ja. 3 dagen? Anderhalf jaar. Ja. Ik dacht, of 3 dagen of anderhalf jaar, ben ik toch voor anderhalf jaar gegaan. Ja. Ja. En dan merk je na die eerste 3 dagen, je moet er even doorheen. Je moet de schoonheid zoeken, maar dat is er wel. Zeer zeker. Het is bij u ook een beetje Erik. Ja. Ja, nee. Ik heb een lijstje als je gaat shoppen. Ja. Ik heb van alles lijstjes. Van wat dan nog? Alles. Als ik op vakantie ga, als ik naar een festival ga. Ja. Als ik iets moet doen, ik maak ik altijd lijstjes. Ah, oké. Okay. Schindler deed het ook. Ja. Moet jij veel oefenen met je stem elke dag? Ja, elke dag toch wel een paar uur. Ja, ja. Ja, ik weet dat, omdat ik heb vroeger onder een operazangeres gewoond. Is dat echt? Ja. Ja, dan hoort je dat de hele tijd. Ja, dat is niet altijd leuk. Ja, dat snap ik. Dat is altijd zo oefenen, dat is zo... Dus falen en proberen. En ja, ja, dat is waar, dat is waar. Nee, maar dat is geen liedje, hè? Doe dat nog een keer. Ja. Ja, zo een paar. Oké, lacht ook al, zeg ik. Ik ben aan het oefenen nu, eigenlijk. Ja. En jouw vriend, die, ja, maar die is niet veel thuis misschien? Of... Wij wonen niet samen. Ah, je woont niet samen. Dat is handig. Daarom of... ja. Nee, niet daarom, maar... Nee. Is dat zegt hij dus. Vriend? Nee, die zit ginder. Ah ja. Mooie man. Dat is een mooie man. Ja, mooie man. Jij moet auditie gaan doen, joh. Ja. Ze hebben al meer gezegd. Ja. Maar het is niet omdat ik een toverfluit heb dat ik opera kan zingen. Oeh. Kun jij hoog zingen, James? Oh, ik weet niet waar je zo hoog eigenlijk. Hoog? Doe een keer, ik zal je nadoen. Ja. Wauw, ongelooflijk, hè? Ja. En ook zo, hij doet ook dat vingertje zo na. Ja. Het is duidelijk dat je toverfluit kapot is, ja. We spelen ook met een seksuoloog. Hebben jullie ooit een seksuoloog nodig gehad? Nee, ik schaam mij te veel om over mijn schaamstreek te spreken. Ja, ik zou zo'n ding niet over mijn lippen krijgen. Nee, houden jullie van knuffelen? Ik knuffel heel graag. Ja. Echt wel. Ik heb er al veel van gemerkt. Oh, allee. Ik ben eigenlijk een knuffelaar. Ik wil een keer iedereen. Bijna. Allee. Ja? Kom, allee, kom. Ah, okay. Oh. Ben goed, hè? Ah, met een bril. Oh. Als je Gert knuffelt, hè, is dat met dan. Die knuffelt nooit, hoor. Die staat dan zo. Ja, en bovendien, die zijn zo groot. Ja, ik probeer ik altijd portefeuille te pakken. Dan. Vraag 8, Astrid. Een leerkracht gaf haar leerlingen de opdracht om een bekend gebouw, dat zelfs een plekje heeft op de UNESCO-werelderfgoedlijst, na te bouwen in klei. Met dit resultaat. Oei, oei. Welk gebouw dat origineel uit wit marmer bestaat, werd hier in een verdienstelijke poging nageboetseerd, Astrid? Oh, ik sta met mijn mond vol tanden. Ja, ik denk dat er weinig tanden zou overhouden. Ja. De Eiffeltoren. De Eiffeltoren? Dus, nee, maar ja, nee. Nee, dat is uiteraard niet, maar... Ja, ja, prachtig. Nee. Lotte. De Taj Mahal? Taj Mahal. Wauw. De kindjes hebben dat gemaakt. Voor Vaderdag. Prachtig. Voor Ongelooflijk, toch? Hey, ja. Taj Mahal. Ben je er al geweest, Jurgen, Taj Mahal? Nee, het staat wel op mijn bucketlist. Dat wil ik wel een keertje zien. Ja, ja, bij mij nu ook. Ja. Nee, hebben jullie een favoriet monument? Gij, Erik. Oh. Oh. Wanneer beginnen ze aan de renovatie? Wel, 1.8 is dichtstbij. Het is 1.91. We gaan kijken. Wauw.
om wow, voor te stellen. Zalig. Dat is toch ongelooflijk? Er zijn vier banden. Ja, dat is echt unfucking believable. Ja, het is echt... Het is zoals in Suriname niet lukken. Breng die band! We hebben geen vakbond, maar een hakbond. Dat is een dus. Maar Erik, was budget op voor de grappen maken? Nee, heb jij een hond, Barbara? Nee. Nee. Ik zou dat ook wel graag willen, maar de levensstijl, ja, een beroep, hè, hard beroep, acteur. Ja. Nee, nee, ja, je bent weinig thuis of laat thuis, vroeg weg. Vroeg weg, ja. Soms op een boot voor een paar dagen. Ja. Het komt wel goed, hoor. Ja. Ben jij wel eens verward met een andere... Nederlander. Nederlander, ik zie het wel. Barbara, zie jij het? Ja, dus zo, de neus een beetje opgetrokken, grote tanden. Oei. En die tanden die zichtbaar zijn, ja. Oh. Pardon? Ja. Neus opgetrokken? Dubbele kin en een groot voorhoofd. Maar allee, ja. Neus opgetrokken. Barbara, pas op aan je zicht, want hij neemt dat echt serieus. Amai. Dat is omdat ik niet op de boot heb mogen zitten. Mooi. Ja, ja. Heb je zo een speciale binnenkant zo? Dat doen die toch, hè? Zo'n voering. Ah ja, oh ja, zo cool. Oh. Mooi. Ja. Ik denk dat je iets moet haaien. Alles niet mis, ja. Nee, maar is dat meer? Het rare is, dat lijkt nu speciaal, maar dat is gewoon schimmel. En Sven, Frances, jullie kennen elkaar natuurlijk van Hotel Romantiek. Ja. Ben je ook klaar voor het jurywerk? Jury, ja. Dat moet een misverstand zijn, Erik. Ja. We zijn hier voor uw intakegesprek, voor uw deelname aan Hotel Romantiek. Ja. Allee, ik doe het gesprek en Frances doet straks medisch onderzoek. Ja. Je zou het daar niet geven, maar die is echt vies van niks. Dus ze gaat dat doen. Sven, iedereen houdt van Frances, maar zijn er ook minpunten aan Frances? Ik kan niet zo direct op... Bye, dat is lief. Zijn er minpuntjes aan Sven? Wacht, ik was nog niet klaar. Ik was nog hè. Nee, ik weet het. Ah, ja, maar ja, Frances, allez, af en toe als je iets hoort dat je niet kunt thuisbrengen, dat kan een boerke zijn. Ah, ja, ja. Is dat zo, ja? Nee, dat is niet waar. Oh, dat is niet waar. Maar ons op het werk heeft ze een bijnaam, Frances Leffenboeren. Nee. Maar dat is niet? Af en toe wel. Ik kan wel op commando, dat wel. Maar... Hoe is... Voilà. Oeh. Dat is wel goed. Maar als je controleert. Ja. Ik vind dat echt impressive. Moet jij dat straks leren? Ja! Blijft jij nog even en dan? En ze kan dat met protjes ook, hè? Nee, dat heb jij wel eens rare openingszinnen gebruikt of gehoord? Gehoord, zeker. Ja? Ik heb heel lang in een café gewerkt en dan kreeg ik al vaak openingszinnen te horen. Zoals? Ja, gewoon de typische die ik kreeg was: maak ik 4 pintjes en uw nummer. Die schrijf ik op. Ja. En sommigen hebben er te veel en anderen, ja. Te weinig. Ja, ik kom er één tekort, ja, maar je ziet dat niet. Dat is rechter. Eén tand minder dan de rest. Hij is uitgevallen tijdens het eten van een pita na de opname. Ja. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Ja, nee, hij is uitgevallen. En stond er nog geen nieuwe in. Nou, je ziet dat niet, hè. Nee. Doe je lach eens? Nee. Veldmuis. Ja. Nee, dat is wel goed. Ik heb kangaroo gegeten. Ja, vond ik echt niks. En het is ook zo triestig. Ik begon aan te denken aan die dieren. Kangaroo is een lieve dier. Dat is typisch. Dat is toch niet zieliger dan een koe of zo? Ja. Dat snap ik echt. De kangaroo? Ja, dat zijn dieren die helpen. Die komen toch... Die komen helpen. Die komen helpen. Zeg je ooit ergens dat je plat een band dat je denkt, ik ben een kangaroo? Wat zeg je? Nee, maar zo is toch raar dat ze daar in Spanje een ander woord voor hebben... In Spanje hebben ze voor alles een ander woord. Ja, ik... Hebben jullie wel eens dieren aangereden? Een duif met de fiets wel. Die had helemaal geen lang haar vroeger. Nee, oh, nee, echt, dat was een zelfmoordduif. Want ik was gewoon een fiets. En die plaats dat die weg, die sprong voor mijn wiel, ja. En dat was echt zo veren overal. Dat was verschrikkelijk. Ik heb echt vluchtmisdrijf gepleegd. Klein trauma. Service, Hotel Romantiek, ook veel roomservice waarschijnlijk? Roomservice deden wij niet, maar we hebben wel een bepaald moment in een van de reeksen s'nachts moeten patrouilleren op de gangen, omdat die s'nachts naar mekaars kamer aan het... Oh, ook een soort van roomservice. Ja. Nee, maar
idee dat je op je 70, 80 jaar nog altijd zo... Ja. Ook zo qua aan... Ik ben daar... Allee, zo aanrakingen van mensen. Ik had dat nog nooit meegemaakt, maar bij Hotel Romantiek... Ja, die deelnemers die constant fysiek contact en dat bij mij in mijn wangen knuipen of met mijn buik. Soms zelfs in mijn poep. Allee, maar ik heb niks op tegen, maar ik vond dat wel frappant. Als de mannelijke deelnemers nog maar dachten om een compliment te geven aan Frantjes of nog maar even met hun hand richting haar rug gingen, ja. Die vrouwen werden zot. En dat doet er niet, en gillen ze vetzakken en wat tunkten. Echt waar, van mij. En ze vrouwen... echt zo... Maar ja. En ik, die zagen mijn poep als zo gratis vleesje van een beenhouwer. Pakken, 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 pakken.